Nou, mijn eerste reactie is er een van jammer. Want ik had best een verplichte baan gehad willen hebben. Ervan uitgaande dat er genoeg banen beschikbaar zouden worden gesteld. En met name natuurlijk door de overheid. En dat heet, geloof ik, de collectieve sector. En dat woord staat mij wel aan. Dat vind ik wel goed. De collectieve sector. Dus collectief dat je samen iets met z'n allen doet. Dus dat je bijvoorbeeld in de collectieve sector een dement omaatje op een potje moet zetten. Dat is goed. Of je bent conciërge in een flatgebouw, dat je de ongure elementen op een afstand houdt. Dat is ook goed. Maar, zeg ik, zorg er dan voor dat je niet de hele dag continuously de same job doet, want dat is moorden. Dus doe het collectief. Dus met z'n vijven dat je afspreekt, jij en jij doen dan en dan het demente omaatje op het potje. En jij bent dan en dan conciërge. Of de een zegt, ja, ik hou van uitslapen. Zodat twee anderen zeggen, blijf jij maar lekker knorren. Wij zetten voor jou even dat demente omaatje op het potje. Dat is goed. Dan zeg ik, ja, zo'n verplichte baan wil ik wel hebben. Fijn. Nou weet ik niet of u het weet, maar u staat hier te filmen in een hele chique wijk. En hierachter ligt een villa en die is volgens mij leeg. Maar dat zal niet lang meer duren, dat kan ik u wel zeggen. Want deze villa is de kost van een huis. En het is een uitstekend geschenk voor een voorzien. Tja, en tot slot nog dit. Het woordje nou, waar veel televisiepresentatoren en presentatrices zich zo vaak van bedienden in nou, tot slot nog dit, of nou, hier zien we dat, enzovoort, enzovoort. Dat woordje nou is langzaam aan het verdwijnen en het maakt plaats voor een nieuw voegwoordje, het woordje tja. Een fraai voorbeeld van tja zagen we donderdagavond in het 8 uur journaal. Ja, en of ons nog meer nachtvorsten wachten staat, vertelt weerman Frank Kronenberg. Tja, de komende nacht moet er toch nog weer rekening worden gehouden met vorst. Tja, en dit was Kijk op het Rijk. Goedenavond. Nee, Dirk, die lange jonge man met dat staartje. Ja, die moet ik... Ja, fijn, bedankt. Tot de volgende keer. Ja, wacht, ik ben... Hallo, Dirk met Van Koten. Dirk, luister, er zit iemand in je huis. Nee, geen vluchteling. Gewoon blank. Wel exotisch, ja. Ik doe mijn best. Tot de volgende week. Ja, oké. Hey, Mr. Tambourine. Weggaan. Play a song for me. Dit is een opvangcentrum voor asielzoekers. Geen oudere jeugdhonk. Wilt u daar weggaan? U belemmert de opvang van...